In dit filmpje gaan we kijken hoe we moeten herleiden. En dan gaan we optellen en vermenigvuldigen door elkaar doen. Wat bedoelen we met herleiden? Stel dat je bijvoorbeeld twee termen hebt als 2a plus 3a. Dat je dat bij elkaar kan optellen en dat je 5a krijgt. En waarom is dat zo? We gaan even kijken naar 2a. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent 2 keer a. Je mag altijd hier een keer teken erbij bedenken. En 2 keer a, dat is hetzelfde als a plus a. 2 keer een appel is appel plus een appel. Als we naar 3 keer a kijken, kan je dat ook opschrijven als... Dus 3 keer a is hetzelfde als a plus a plus a. Dus, als ik het bij elkaar optel... Dan heb ik a plus a plus a plus a plus a. En dat is dus 5a. Dit noemen we herleiden. Dus het korte schrijven van 2a plus 3a is 5a. We gaan even kijken naar vermenigvuldigen. Dus we kijken eerst even los van elkaar, optellen en vermenigvuldigen. Daarna gaan we alles samenvoegen. Stel, ik heb 3b keer 2a. Wat staat hier? Hier staat eigenlijk 3 keer b keer 2 keer a. 3 keer b, dat is dit. En 2a is 2 keer a. Hier staat een keer en dat is de keer hier. En met vermenigvuldigen, dus als je overal een vermenigvuldiging teken hebt, dus geen plusjes en minnetjes, dan mag je de volgorde veranderen. Want 2 keer 5 keer 6 keer 9 is hetzelfde als 5 keer 2 keer 6 keer 9. En dat is weer hetzelfde als enzovoort. Dus je mag de volgorde van de cijfers, getallen en de letters, mag je gewoon volgorde veranderen. En waarom is dat makkelijk? Dat ga je nu zien. Want als ik nu de getalletjes bij elkaar neem, dus 3 keer 2, en ik zet de letters op alfabetische volgorde A keer B, dan zie je al heel snel wat je kan doen. Namelijk 3 keer 2 kunnen we gewoon uitrekenen, dat is 6 keer A keer B. En wat hebben we eerder gezegd? Dat als je keertekentjes hebt, dat je dat weg mag laten. Dus dan krijg je 6 AB. Dus 3b keer 2a is hetzelfde als 6ab. En wat hebben we dus gedaan? We hebben dus 3 keer 2 gedaan, dat is dus die 6. En we hebben b keer die a gedaan, dat is dus ab. We zetten het altijd in alfabetische volgorde. Goed, nou laten we nu kijken hoe je dat doet wanneer je... optellen en vermenigvuldigen door elkaar hebt. Ik heb hier min 4 keer 2x, min 8 keer min 3. We gaan even kijken wat voor tekens we allemaal hebben. We hebben een vermenigvuldigingsteken, we hebben een min, en nou ja, we hebben dus een negatief getal hier en een negatief getal, dus ik ben het nu een beetje aan het analyseren. Waar denk je als eerste aan? Je gaat eerst kijken naar de rekenvolgorde. Je rekent dus altijd eerst, in dit geval, eerst de keer uit. En waar hebben we een keer? Dat is hier. En hier. Dus min 4 keer 2x, dat is min 8x. Want min 4 keer 2 is min 8. En dan komt die min ertussen, dat is deze min. En 8 keer min 3, 8 keer min 3 is min 24. En zoals je kunt zien, is min 24 door dit tot stand gekomen. En die min, die stond er al, dat is deze. Min 8x min min 24. Dat is min 8x plus 24.
En dit kunnen we niet samenvoegen. Ik zal je heel kort laten zien waarom dat zo is. Omdat hier staat min 8 keer x plus 24. En min 8 keer x, dat is een term, plus 24. Het zijn twee niet gelijksoortige termen. Dus min 8x en 24 zijn niet gelijksoortig, omdat ik hier geen x heb. En dan kan ik het dus niet samenvoegen. Dus dit blijft gewoon zo staan. Dit kan ik dus weglaten. Goed, laten we naar het tweede voorbeeld kijken. Ik heb hier weer een keer, een plus en een keer. Rekenvolgorde. We rekenen eerst vermenigvuldiging uit. Dat zijn deze twee. Min 3a keer min 3b. Wat staat daar eigenlijk? Daar staat min 3 keer a keer min 3 keer b. Hier mochten we de rekenvolgorde veranderen, namelijk min 3 keer min 3 keer a keer b. Dus ik heb min 3, min 3, a en b. Ik heb ze allemaal meegenomen. En min 3 keer min 3 is 9. En dan hou je dus a, b daarachter nog over. Dus min 3 keer min 3 is 9. En a keer b is ab. Plus 2 keer min 3b. 2a, dat is 2 keer a, keer min 3 keer b. Mag ik hier weer de volgorde veranderen? Dan krijg ik 2 keer min 3 keer a keer b. En 2 keer min 3 is min 6. En ab erachter, dat is ab. Dus dan hou ik over min 6ab. Zoals je kunt zien, hebben we hier een plus min. En daarvan weten we dat we daar min van kunnen maken. Dus dan krijg je 9ab min 6ab. We hebben nu twee termen, want we halen het van elkaar af. En dan moeten we kijken of we gelijksoortige termen hebben. En dat hebben we, want we hebben hier ab en hier ab. Dus dan mogen we 9 min 6 doen. Dus dan hou je over 3ab. De laatste. Hier moeten we iets op een stippenlijn invullen, zodat we uiteindelijk op 8xy uitkomen. Voordat ik daarna ga kijken, ga ik eerst kijken of ik iets kan uitrekenen. En dat kan ik, omdat ik hier een vermenigvuldiging heb. Dus ik neem hem heel eventjes over. 8xy is min 2x keer puntje, 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 plus x keer 2i. Dat is, ik zal hem hier even opschrijven, x keer 2i is hetzelfde als x keer 2 keer i. Daarvan mochten we de volgorde veranderen. Dus dan krijg je 2 keer x keer i. En dat is 2xi. Dus hier staat eigenlijk 2xi. Ik moet hier als uitkomst zien te krijgen dat wanneer ik het plus 2xi doe, dat ik op 8xy uitkom. En wat is dat? Dat is 6xy. Want 6xy plus 2xy geeft 8xy. Dan laat ik het hier even verder overnemen. Dus ik moet 2x keer puntje, puntje, puntje. En daar moet uitkomen 6xy. En wat is dat? Nou, je ziet dat er een i is ontstaan, dus ik moet sowieso een i hebben in dit stukje. Ik moet niet nog een keer een x hebben, want dan krijg ik x keer x en dat is x kwadraat. Dat heb ik hier niet. En wat moet ik met die min 2 doen? Met wat moet ik min 2 vermenigvuldigen om op 6 uit te komen? Dat is min 3. Dus mijn antwoord is min 3i. Dat gaan we even controleren. Ik haal dit eventjes weg. Min 2x keer
min 3i plus x keer 2i. Dan hoop ik dat ik op 8xi gaat uitkomen. Ga even kijken. Min 2x keer min 3i. Dat is min 2 keer min 3. Dat is 6. En x keer i is xi. Plus x keer 2i. Dat is 2xi. Dat hadden we hier al gezien. En 6xi plus 2xi is inderdaad 8xi. Dit was het. Ik hoop dat je verder eruit gaat komen en heel veel succes verder.